Het is tentamentijd. Iedereen is druk aan het leren voor zijn tentamens. Maar stel nou dat je even geen tijd hebt om te leren. En dat je toch je tentamen wil halen. Op de middelbare school was het dan duidelijk. Gewoon even spieken of afkijken. Maar gebeurt het op de Unie ook? Dat gaan wij eens uitzoeken. Denk je dat er gespiekt wordt tijdens tentamens? Nee, ik denk van niet. Nee, ik denk eigenlijk dat op de universiteit niet zo heel veel meer voorkomt. Sowieso niet als op de middelbare school. En, ja. Het zal wel voorkomen, maar niet zo heel veel, denk ik. Ik denk niet veel. Zeker niet zoveel als op de middelbare school. Het is best wel moeilijk. Denk het wel, want laatst was ook bij zo'n tentamen dat ze eigenlijk de syllabi niet bij mochten houden. En dat hadden ze toch gedaan. En dat was later pas ontdekt. Dus ik denk wel dat de leerlingen steeds vaker toch de poging doen om toch te spieken. Zeker weten. Ja, maar niet in die mate, denk ik hoor. Ik weet niet hoe jij het doet, maar... Oh, ik doe het niet, maar ik doe het stukken minder op de middelbare school. Ik studeer pas 1 jaar hier en ik heb het nog niet gezien en ook nog niet gedaan. Dus ik ben heel braaf. Oké, en stel de nood zou heel hoog zijn. Je moet een tentamen halen, het is de laatste van de 4 kansen. Zou je dan spieken? Ja, als ik zeker wist dat ik niet betrapt zou worden, dan wel. Nee, ik denk het niet, want ik denk het is eigenlijk niet fair. Ook tegen de andere mensen. Ik zou het wel proberen, ja. Het blijkt wel dat de Nijmeegse student af en toe een tentamentje haalt door te frauderen. Maar hoe moeilijk is het nou eigenlijk? Er is maar 1 manier om daar achter te komen. Ik ga spieken. Nou, ik heb me ingeschreven voor methode van onderzoek B van communicatiewetenschappen. Ik ga het natuurlijk nooit in mijn eentje redden. Dus Siska gaat me daarmee helpen. Ga jij het tentamen halen? Ik hoop het. Ik ga mijn best ervoor doen. Al voldoende geleerd of ga je toch misschien ook gebruik maken van een speakbrief? Nou, misschien als die heel goed wordt. Nou goed, dan gaan wij eens aan de slag om er iets van te maken. Plan. Die bestaat uit de probleemstelling, het onderzoek en de formulering, een cross-sectioneel onderzoek. Methode van onderzoek B. Dankzij Siska heb ik een globaal idee waar het over gaat en heb ik voldoende materiaal om speakbrieven van te maken. Heb je vertrouwen in me? Ontzettend veel. Nou, dan wens ik jou ook veel succes met je tentamen. Dankjewel. En dan gaan wij op de campus op zoek naar speaktips. We hebben dus nu het materiaal, maar hoe gaan we spieken? Dat vragen we aan onze medestudenten. En deze boevenstreken vertellen zij ons natuurlijk anoniem. Ik ga het niet voordoen, maar ik zou hem eventueel hier kunnen verstoppen. En dan zou ik zo een beetje goed kunnen doen. En dan heeft niemand dat in de gaten. Nou, ik zou naar het tentamen een pet op doen. En daar met daarin een briefje met wat dingetjes. Na een tentamen mag je altijd brood meenemen. Dus als ik wil spieken bij mijn tentamen, stop ik altijd mijn spiekbriefjes in mijn brood. Nou, als ik ga spieken voor mijn tentamen, tijdens mijn tentamen, dan zou ik, zoals je ziet, een rokje of een jurkje aantrekken. En dan zou ik, als iedereen langs is gelopen, heel voorzichtig het briefje onder mijn jurkje uittrekken. En op tafel leggen onder mijn briefje, onder mijn tentamenblad. En dan zou ik gaan spieken. Heel voorzichtig natuurlijk. Als ik zou spieken, zou ik het onder mijn mouw doen. That's right, folks. Don't touch that dial. Well, I am the sign from the video. Who's laying along on the living room floor? I am the sign from the video. Can't stop the sign, people look at me go. I am the sign from the video. Het is nu 's ochtends heel vroeg, 8 uur. Ik ben nog nooit zo vroeg op de redactie geweest. Ik en de cameraman gaan zo bij het tentamen naar binnen en die gaan we maken. Ik ben eerlijk gezegd best wel zenuwachtig, omdat we toch gaan, of omdat ik ga spieken. En we gaan natuurlijk ook filmen en dan gaan we met een, dankjewel Joep, een verborgen cameraatje doen. Heel hip en leuk allemaal. Dus de grote camera die gaat nu uit. En ik geef deze aan de cameraman. En we gaan een tentamen maken.
Zo, dat was hem. Wat vond je van de surveillante? Ja, hij, echt, die zou advocaat moeten worden. Ze zaten erop. Maar het is te doen. Het is te doen, maar je hebt er eigenlijk niks aan. Omdat je die briefjes, heb je zo weinig informatie staan dat je net zo goed kunt leren. En het geeft best veel stress, zeg maar. Ik zou het niet waard vinden. En je moet weten waar het over gaat, dus het is sowieso... Dus de volgende tip is sowieso goed je speakbriefjes voorbereiden. Ja, als je die voorbereidt, dan kom je al... Doei, Roel.